De Backlot heeft een documentaire, We zijn wie we zijn, uitgebracht. De première is afgelopen vrijdag in TBL Cinemas geweest. De documentaire is een persoonlijke ervaring van Backlot manager Henna Draaibaar op 25 november 1975. Deze bijzondere dag is dan ook de basis geweest voor het maken van de documentaire. Met deze geschiedkundige videoproductie heeft Draaibaar niet alleen lokale Surinamers aan het woord gelaten, maar ook Surinamers die in Nederland wonen. Want die zijn er namelijk, Surinamers die in Nederland wonen. Eigenlijk is elke Surinamer die in Nederland woont, Surinamer. En omdat we toen ik daar woonde hier wilden zijn. En ik moet heel eerlijk bekennen, als ik dan weer eens een keer in Nederland ben, vind ik het heerlijk om weer in Nederland te zijn. Maar ik ben ook wel weer blij dat ik terug mag komen naar huis. De documentaire moet een verhaal zijn waarbij ik jullie meeneem, niet zozeer naar de feiten van wat er gebeurd is, want dat kunnen jullie allemaal opzoeken op Google of welke Wikipedia. Maar ik heb met hoofdrolspelers van toen en met de jeugd van nu gesproken over wat 45 jaar onafhankelijkheid voor ze betekent. Draaibaar vindt dat de documentaire de emoties laat zien. Ook geeft het ruimte voor het vertellen van de verhalen en dwingt het de kijker om zijn eigen richting te bepalen. We brengen u enkele fragmenten uit de documentaire We zijn wie we zijn. Ik ben wel voorstander geweest van de onafhankelijkheid. Ik zat op de middelbare school tussen 72 en 75. En ik leerde op de middelbare school voor het eerst hoe Suriname werd uitgebuit vanwege kolonialisme. Ik kom me verdriet herinneren van dat hij vliegtuig weg zag vliegen in Suriname. Want ja, zo vluchtig zijn er niet in Suriname. Maar dan zie je een vliegtuig waar je ouders in zitten en die gaan naar Nederland. En doet je toch wel van, heb je veel verdriet van. Dat je ouders weg zijn. Een van de zaken waar ik me erg goed over voel en ook trots over ben, is dat ik de onafhankelijkheidsverklaring heb mogen ondertekenen. Dat waren enkele fragmenten uit de documentaire We zijn wie we zijn van Henna Draaibaar. Deze documentaire is afgelopen vrijdag gelanceerd in TBL Cinemas.